Maar ik kon niks vinden.
alles was een zwart gat. Ik droomde deze nacht een diertje. Het diertje kwam altijd op mijn schoot zitten. Het was een kat. Een kat? Maar ook weer niet. Het was een olifant. Maar ook een olifant. Heel raar. Heel raar. Heel. Iedereen lachte met mijn diertje, ik hoorde er niet bij. Ze wilde het van me afpakken, ze wilde het meenemen. En een kat moet een kat zijn en een olifant moet een olifant zijn. Ze hebben het van me afgenomen. Ik heb het nooit meer. Ik droomde deze nacht dat ik aan de ontbijttafel zat. En we waren allemaal mensen naar mij aan het kijken. Alsof ik theater aan het spelen was. Er werd op de deur geklopt. Eerst zacht. Dan harder. Ik dacht dat er bezoek zou komen. De buurman, of een tante, of mijn vader. Opa? Die net terugkwam uit het ziekenhuis. Zij waren het niet. Het was... Tada! Oscar? Het was Oscar. En Oscar die kwam ons iets vertellen over Simon. Over Simon en over oorlog. En over jazz. Het is maart 1943. Simon is een kleine jongen. Hij zit met zijn mama en zijn zusje aan de ontbijttafel. Ze eten wat fruit, een beetje brood. Allang is er al veel rumoer rondom hun huizen. Mensen worden dag na dag opgepakt. Ze hebben schrik. Ze zouden zo graag eens naar buiten gaan. Of bezoek krijgen. Een vriendelijke klop op de deur van een tante. Of een buurman die langskomt. Of Simons vader. Papa? Die genezen is en terugkomt van het ziekenhuis. Vandaag wordt er niet aangeklopt, nee. Er wordt binnengestormd, de Gestapo. Ze komen Simon, zijn mama en zijn zusje meepakken. Simon wordt in de kazerne Dossin opgesloten. En een maand later wordt hij samen met zijn mama en honderden anderen in een beestenwagen gepropt. Ja, het is niet zomaar een beestenwagen. Het is er eentje van het 20e treinconvooi. Het 20e treinconvooi die wordt geboycott. Ja, een aantal mensen kunnen ontsnappen. Simon ook. Simon springt van de trein. Zijn moeder gebiedt het hem. Spring, Simon! Ja, en zo schenkt ze hem voor de tweede keer die nacht het leven. Ja, Simon loopt een hele nacht lang door de bossen. Weg van de nazi, weg van die trein en weg van zijn mama. Ja, om de angststem in zijn hoofd te stillen, zingt hij een nummer en een liedje. Het is In the Mood van Glenn Miller. Ja, dat is een jazz standard. Dat was in die tijd super populair. Dat is jazz. Hé, maar dat is in de mood van. Dat is in de mood van de Miller. Ja, kom mee. Kom mee. Dat is Simon. Hij is op weg naar de vrijheid. Ja, kom. Ja, kom en luister. Kijk.
gevonden wat het zocht. Moeder is terecht. Vader is aan mij verschenen. Ik droomde een tafel en twee stoelen. Zie hier zitten. Weer waren ze van mij. Weer leefden ze voor mij. Als twee lampen van gezichten straalden ze in een Rembrandtesque schemer. Ik kan je vertellen door hoeveel dromen ze hebben gedoold. Hoe vaak ik ze op straat onder de wielen vandaan heb moeten trekken. Hoe vaak ze in doodstrijd door mijn handen zijn gegleden. Het hielp me te dromen dat ze buiten mij geen pijn meer deden. Als ze pijn deden in mij. Het droomgepeupel hoopte dat ik mama liep toen iets piepend op een takje sprong. Mama? En er werd gelachen, omdat mijn vader een haarstrik droeg. Van schaamte brandend werd ik wakker eindelijk in een gewone nacht. Van een doodnormale vrijdag naar een zaterdag kwamen ze naar mij zoals ik hen wilde zien. Ze waren gedroomd, maar leken van dromen begeleid en ze gehoorzaamden alleen zichzelf. En verder? Niets. Achter het schilderij doofden alle mogelijkheden. Alleen zij lichten op. Mooi, omdat ze zichzelf leken. En lang schenen ze gelukkig te zijn. Ik werd wakker, deed mijn ogen open, raakte de wereld aan. Een portret. Een gesneden mens. Waar is zijn mama? 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 Is dit een droom? Een droom? Een droom? Het is echt. Is het echt? Echt? Ja, het is echt. Het is echt. Ik droomde deze nacht dat ik naar Simon aan het piano stond. Simon was jazzpianist geworden. Simon was verteller geworden. Simon was ouder geworden. Ik droomde ook dat het publiek bij was. Het publiek keek naar mij. Met mij naar ons. Ik wil dat publiek iets vertellen. Ja, ik wil dat publiek vertellen dat ik
ik in een droom zit. Ik zit in een droom. Ik zit in een droom. Ik zit in een droom. Ik zit in een droom waar dat alles echt lijkt. Waar dat alles wel eens echt zou kunnen zijn gebeurd. Ik droomde deze nacht dat ik naar Simon aan het piano ga. Ik vroeg hem of hij nog eens een liedje voor ons wou spelen. What a wonderful world. Stellen.
hij zal misschien ook nog wat piano voor ons spelen. Maar stel gerust al uw vragen aan Simon, hij is bereid om die te beantwoorden. Of drink zelf nog een drankje naar de bar. Voilà. Denk dat alles is. Nee, ik denk dat het dan is. Dankjewel. Dankjewel.